De jumbo-tenor van Miller. Het is een heel mooi ding. Het hout is, je kunt het, ik weet niet of je het kunt zien op de film of op de foto's, maar het is echt heel, heel mooi acacia hout, het bovenblad. Het lijkt bijna heel mooi koa. Hij is afgewerkt met een binding hier. En dat zijn wel een stuk of 6 laagjes. Het begint met padoek, met dat rode hout. Dan zit er een wit randje en dan zit er heel mooi abalone. Dat is ook heel mooi, mooi abalone. Heel diep, je kunt er heel diep in kijken. Rond het klankgat zit ook een abalone versiering, ook met 5 of 6 lagen. De toets is ook echt heel dicht hout, er zit geen houtnerf. Hier zitten ook die abalone stipjes op. Hij heeft een redelijke grote headstock, maar ja, dat heeft hij wel nodig. Hij is niet zwaar. Het gekke is dat hij dus niet veel weegt. Hij is goed in balans door die redelijk grote headstock. Er zitten mooie, chique stemmechanieken op. En dat is bij Miller, zijn de stemmechanieken bijna op ieder model anders. Zo ook de snaren, die worden bij Miller ook echt al geselecteerd van wat is nou echt een goede snaar voor op die ukulele. Het is niet zo dat dat uitgeleverd wordt met standaard Aquila. Dat niet. Dus dit zijn D'Addario snaren, geen fluorocarbon snaren, maar wel doorzichtige snaren. In de beschrijving kun je daar lezen wat precies de snaren zijn. De hals is van Mahoney. Speelt lekker, een heel fijne gladheid heeft deze de hals. De toets is van Rosewood, net zoals de brug is ook van Rosewood. Er zit buffelbeen hier zo, knijterhard, en dit is ook been. Ja, de achterkant zie je ook nog dat het heel mooi acacia hout is. Aan de zijkant is het iets rechter van structuur. Dus dat heeft allemaal, krijg je allemaal klank door. Hij klinkt, ja, hij klinkt natuurlijk wel... best wel aardig, want dit is ook een ukulele in nogal een hoge prijsklasse. Maar toch verbaast het geluidje. Je denkt, ja, 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 ja. Hij mag natuurlijk ook wel goed klinken. Ja, ik heb net al demo gegeven. Maar... Sustain is ook echt wel uitmuntend. Maar ja, dat mag echt wel in die prijsklasse. Te koop bij het Ukuleleplein. Er zit overigens geen hoes bij.
Dat maakt natuurlijk prijstechnisch wel interessant. Nou, dan kun je uitzoeken wat voor hoes dat je wil, of koffer. En ja, wie weet ga je met deze ukulele niet naar buiten. Dan heb je ook geen ukulele tas of koffer nodig. Dus het is echt wel een kunstwerkje deze. Heel mooi afgewerkt, maar ja, dat mag ook wel natuurlijk. Kijk, hier zit ook een hardhouten plaat op die headstock om het weer te verfraaien. Mooie lakafwerking. Voelt lekker aan. Nou, als je nog vragen hebt over deze ukulele, dan hoor ik het graag. Bedankt voor het kijken.